Heb je mijn telefoon een beetje geblokkeerd? Kijk, dat was je helemaal niet grappig. Wil je hier zo bij mama pakken? Nee, nee, nee. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog van NatasjaOnline.nl. Het is zaterdag. Ja, het is zaterdag. Ik ben even helemaal in de war met de dagen, want gisteren dacht ik namelijk ook dat het zaterdag was. Maar gisteren was het vrijdag. Ik ben onderweg naar de sportschool. Ik ga namelijk naar de groepslessen yoga. Daar heb ik een hele tijd geleden ook heel enthousiast gedaan. En op een gegeven moment kreeg ik het druk aan het eind van het schooljaar. En toen ben ik eigenlijk een beetje mee gestopt, wat ik niet per se zeggen. Maar toen ging ik gewoon niet. hoewel ik natuurlijk wel gewoon in sportschool nog wel ben geweest, maar niet meer met groepsles. Maar ik had zoiets van, het is super goed voor mezelf om toch al even te gaan. Sowieso voor de lenigheid en mijn eigen spieren en alles. Maar op school geef ik nu ook aan unit 2, unit 3 yoga lessen. Of in de zin van dansbalans. Dus yoga gecombineerd met dans. En ik dacht, ja, hoe kan ik het nou nog beter gaan geven aan de kinderen en uitleggen aan de kinderen. Als ik zelf natuurlijk er ook nog meer van weet. En even wat bewegingen weer beter erin zitten. En gezien ik zoveel positieve reacties had gehad op het aanbod, dacht ik van nou, in dat geval kan ik me beter maar scholen even tussen aanhalingstekens. Want ik doe dit natuurlijk voor mezelf en het zijn allemaal volwassenen. Maar ik ga daar zeker dingen uithalen en ik kan dan dingen ook veel beter uitleggen aan de kinderen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dit weer kan overdragen komende week op school. Ik heb er echt gewoon heel veel zin in. Gewoon, weet je, ik word enthousiast als die kinderen ook enthousiast zijn. Of ik begin enthousiast, maar als die kinderen er niet enthousiast of warm van worden, dan Dus, oké, ik ben al anderhalf minuut aan het kletsen, betsen. Vind ik veel te lang, want dan de weekvlog is nog maar net begonnen. Zaterdag is nog maar net begonnen. Jullie horen het wel, het was geweest. Of jullie horen niet hoe het was geweest. I don't know. Ik weet niet wat ik er altijd in. Dat zit. Oké, dan ga ik door mijn kletsen. Oké, ik ga jullie nu wegdoen. Het is ondertussen 1 uur geweest. Ik ben natuurlijk alweer een tijdje terug van de yoga. Het was echt heel erg fijn om ook weer de yoga te doen. En weer wat nieuwe bewegingen. Of ja, nee, die waren eigenlijk nieuw, maar die was ik gewoon vergeten. Dus die kan ik nou gebruiken voor komende week met de kinderen. Goedemorgen, wat is het koud, man. Ik had de buitendeur openstaan, of dat heb ik eigenlijk nog steeds. Maar ik heb hier ondertussen in de huiskamer de deuren dicht gedaan. Ook zodat iets wel even vrij kan rondspelen zonder dat Odin de hele tijd bij is. Oh, wait a minute. Maar het is dus gewoon echt heel erg koud. En kijk net hoe warm het buiten is. Het is echt maar 10 graden of zo. Dus vandaar. Dus ik heb echt een lange broek aan, dikke sokken, een longsleeve. Ik lig hier nog onder een dekentje. Ja. Ja. Iedereen is ondertussen daar lekker aan het spelen. En ik heb hier wat Frans in de huiskamer, omdat ik voor haar speelruimte wil creëren. Want ze hebben binnen ook nog de wandelwagen staan. En er is eigenlijk maar één onzichtbare plek voor. Maar ja, omdat ze nu zo aan het kruipen en lopen gaat, wil ik gewoon dat zij een omgeving heeft waarbij ze gewoon lekker kan spelen en zo. Dus ik heb daar heb ik een kastje weggehaald. Die staat nu zeg maar daar. Dat is dat. Lukt niet wat ik wil doen. Daar zo. Maar die steekt best uit. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik daar zo tevreden mee ben. Eigenlijk wilde ik die ook daar in de hoek hebben. Maar dan zitten we weer met laatst wat mijn kinderwagen. Want die past niet in de gang. Dus ik zit hier nog een beetje in een dilemma. Met hoe en wat zeg maar. Als je bij ons toe vertellen waar we zijn. Ja. Zijn we op de Achtermarkt? Ja. Op de Achtermarkt. Dan heb ik jou al de hele Achtermarkt zo bij me. Ik denk dat jullie mij kunnen stellen. We hebben al de hele tijd zo rond gaan. Zo warm. Maar ik heb heel snel gelopen. Ah, nog het laatste stuk. Ik heb het zo over de Achtermarkt gelopen, maar nu kunnen jullie me nog niet verstaan. Maar we gaan weer terug op de fiets. Maar die staat door de hele Achtermarkt, staan er dweilorkesten. Gezellig! Het is maandagavond en ik weet niet of jullie het een beetje in de gaten hebben, ik denk het zo niet, maar het is gewoon donker.
Het is nog niet eens 10 uur of zo. Het is 9 uur net geweest. Het valt mij nou pas op dat ik denk, oh man. We gaan gewoon weer naar de herfst toe. Het feit dat het nu alweer donker is. Ik weet wel dat het op rond december, zo rond 4:30 of zo is. Dus we hebben nog wel even te gaan. Maar dan toch. Oh, zomer is echt ten einde aan het lopen. Maar verder heb ik eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ik heb vandaag weer gewerkt. En toen kwam ik thuis. Het was Roy eten aan het koken. En toen hebben we gegeten. Toen hebben we Isabel naar bed gebracht. En toen moest Roy werken. Dus die is nou niet thuis. Toen heb ik net Lucky 13 weer gekeken. En House of Talent. En Utopia. Overigens heb ik nou pas net Utopia klaar. Omdat ik dus door pauze heb gezet. Omdat ik natuurlijk Isabel uit bed moest halen. En een flesje moest geven, et cetera. Ja, en nou zit ik even te denken wat ik ga doen. Ik zit te twijfelen of ik al lekker in bed ga liggen. Ga ik even lezen, een uurtje of zo. Of ik ga nog even bloggen. Goedemorgen jongens. Het is dinsdagochtend. En ik heb echt een vet slechte nacht gehad. Ten eerste werd ik rond, kijk, zo is het 11:30 wakker, dat kon ik alweer verder slapen snel. Toen werd ik rond, volgens mij, tussen 1:30 en 2:30. Toen was Isabel zachtjes aan het huilen. Maar dat was voldoende om het liedje gewoon aan te zetten en toen kon ik weer verder slapen. En toen werd ik om 2:30, denk ik, wakker. Ja, tussen 2:30 en 3:30 dan. Het is, want ik ben ruim 1 uur, 1.5 uur wakker geweest. Ik heb Roy thuis horen komen. Maar die doet dan beneden hier op de bank zijn schoenen uit. En die is op de bank in slaap gevallen. En ik kwam echt naar boven op het moment dat mijn wekker afging. Of net was afgegaan, dat ik eruit moest. Dat is trouwens heel vaak als hij op de bank in slaap valt na het spelen. Dat hij dan net naar boven komt op het moment dat mijn wekker af is gegaan. Dat vind ik altijd jammer, want dan denk ik, oh, kan ik hem daar wakker maken? En dat kan dan dus niet. Maar ik ben dus nu vet moe. Ik heb weer vet hoofd. Maar ik weet niet of ik jullie dat van de week eigenlijk vertel. Ik heb altijd de hele week, nee, dus dat is nu niet een hele week. Maar vanaf, wanneer is het dan op zo'n vrijdag of zaterdag of zo? Ik heb vet last van echt de hoofdpijn. En ik zei dat ook al tegen Roy. Ik heb daar eigenlijk nooit last van. Zelden. En zelden ook dat ik sowieso, als ik ergens last van heb, een paracetamol pak. Maar het is allemaal zo hevig. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik vind het vrekkens irritant. Het is ondertussen donderdag. En als ik me goed herinner, heb ik gisteren dus echt helemaal niks gefilmd. Maar ja, woensdagochtend ben ik sowieso altijd heel erg druk. Want dan moet ik Isabel naar het kinderdagverblijf brengen. Dus dan is het zo vanuit vanaf het moment dat je uit bed komt. En gisteravond, ik was sowieso wel later uit school. Toen heb ik Isabel opgehaald. Dus toen even wachten op eten, toen hebben we gegeten. En toen moest ik nog even snel douchen en weer weg. En toen wilde ik eigenlijk jullie meenemen. Want ik doe, ik ga het iedere woensdagavond repeteren. Met het showcase waar ik 7 jaar geleden gestopt ben. Ben ik nu in de proefperiode weer terug. Even ook voor mezelf ook. Gewoon om te kijken, bevalt het weer? Kan ik het combineren? Etcetera. En voor hun natuurlijk ook of ik het plaatje weer pas. Etcetera. Zo. Maar ik blijf er nou altijd hangen. En nou, al nu ik sowieso op donderdag vrij ben, dat was 7 jaar geleden nog niet, kan ik echt lang blijven hangen. Dus ik ging rond 1:30 of 1:00 of zo, ging naar huis. En dan is het nog 1/2 uurtje rijden. Dus ja, uiteindelijk lag ik rond 2 uur of zo op bed. Want Roy was nog wakker, dus nog even bij praten. Ja. Nou ja, dat was het verhaal van gisteren. En ik probeer jullie volgende week even mee te nemen. Dus komt vast wel goed. En dan ben ik nu bij de sportschool. Ik zit in de auto op de parkeerplaats. Ik ga er nu uit. Maar ik heb gewoon een sportafspraak, dus dat ga ik niet filmen. Ik was zo aan het doen. Ja, maar zo kan ik het ook nog wel lezen. Net zo groot als marsmuziek.
snap ik. Maar volgens mij kun je ook instellen dat hij met één tik naar de volgende pagina gaat. Maar dan in plaats van alleen maar dit. Goed, maar dan maakt het niet uit. Kijk, hij gaat wel zo naar het volgende liedje. Ja, dat weet ik. Maar ik heb eigenlijk zo korte tijd om... Snap ik. Heb je niet, want hier zit hij al. Zou je hem hier niet doen? Ja. Ja, goed, ik, ja, maar ik had hem dus net op één pagina. Maar dan pakt hij niet. Zo. Ja, als je hem een keer drukt, dan is die boze hand weg. Dan heb je meer ruimte. Isabel, zit jij in de kinderwagen? Of in de kinderwagen? In de, nee, ook geen wandelwagen. Boodschappenwagen. Ja, ook mooie achtergrond bij het bier trouwens. Kies maar. Ja. Waar is de Marina? Oh, de Radler. Oh, deed het bordje. Oké. Okay. Appelsieder. Het ging ook bijna naar Desperado's. Maar dan was dat Mojito Desperado's. Oké dan. Ja, hier, kom, hier gaan we weer weg. Hier hebben we verder niks te zoeken. Ben je lekker aan het spelen, schat? Ja, dank je. Wat heeft mijn dochter net gedaan? Wat heeft wat? Mijn dochter net gedaan. Oh, jouw telefoon geblokkeerd. Check it out. Oh, hij stelt zich aan. Heb je mama's telefoon een beetje geblokkeerd? Ja.
Zo, we zijn Dromaster. Oh, dan scheldt hij daar weer niet scherp om. Nou ja, anyways, we zijn Dromasters aan het kijken. En wat zei Ridolf net? Heel slecht. Nee, die was leuk. Ik werd spontaan verliefd. En het grappige daarvan, dat moet je natuurlijk dan wel vertellen, want dat snap je niet, is dat er een handdoek van de cupcake bij lag. Op een bepaalde manier. Check de aflevering dan. Want volgens mij is die zo helemaal niet grappig. Maar ik vond hem wel even grappig. Ik vind mezelf behoorlijk grappig. Maar mijn dochter kijkt me echt aan van... Wat? En dan kijkt ze heel tijd naar Roy. Maar ja, dan kan ik dus ook... Hey, camera. Doe maar zwaaien naar de camera. Hallo, camera. Je zit nog steeds naar de mama te kijken wat mijn neem is aan het doen, hè? Maar jij bent net als mama, volgens mij. Volgens mij vind jij jezelf ook heel erg leuk. Dat je verlegen van de camera. Ja. Klik, 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 klik. Zet er zelf niet op. Ja, dat weet ik. Ga je terugkietelen. Go, kietel, kietel. Ga mama pakken. Ja, ze zit mijn oksel. Ga mama pakken. Kijk, wil je hier zo bij mama pakken zitten? Nee. Ja. Mama pak. Mama pak. Hou op! Ik gooi als het trok er dadelijk per ongeluk weg. Ja, maar je stil blijven. Ja, maar dat wil ik niet. Mama pak. Nee, ja, waarom? Oh. Ja, ze vindt het helemaal niet leuk. Nee, mama doet niet leuk, hè. Dit vind je wel leuk, hè? Oh, jij moet eigenlijk gaan slapen. Moet ik jou niet gaan killen? Nee, anders maak jij helemaal wakker. Ja, stomme papa. Zoek naar de biologische gang. We zijn even in Albert Heijn, want Roy gaat weer taart nummer 3 maken. Proeftaart voor Isabel's verjaardag, suikervrij. En we hadden bedacht, als hij die toch maakt, kunnen we net zo goed gewoon een cake smash foto shoot doen. Maar dan zelf. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar dat kan dan. Ja, dat kan dan, hè. Kan dan. Hè? Kan dan, meisje. Kan dan, meisje. Ah, grappig. Dus, maar ik heb heel het idee dat het vandaag zaterdag is. Oh, jongens, ik heb een partij hoofdpijn. Echt al een hele week. Als ik iets vrijwel nooit heb, dan is het dus echt hoofdpijn. Maar het is volgens mij vorige week vrijdag. Vijf zaterdag is komen opzetten. En het is wel echt mijn vlaken hoor. Want dan is het heel veel en dan is het maar een beetje en dan is het even weer weg. Maar het is wel gewoon iedere dag dat ik ergens gedurende de dag wel een keer één of meerdere keren hoofdpijn heb. En ik weet niet zo goed waar het van komt. Dus Roy zegt, bel nou de huisarts. En toen dacht ik, oh ja, het is vrijdag. Dus ik kan de huisarts bellen. Want ik denk dat het de hele tijd dat het zaterdag is. Maar dat is het dus niet. Dus ik heb net de assistent gebeld. En die had ook zoiets, ja, hoofdpijn. Ja, luister, het kan van alles zijn. Ik denk zelf dat het misschien iets met de pil te maken heeft. Maar ja, daar weet ik niet of je dat per se kunt uitsluiten. Dus ik ga niet donderdag naar de huisarts. Ik weet dat dat nog wel een weekje duurt. Maar ik kon anders dinsdag terecht. Kijk, zie, je moet ook niet vrijdag aan het eind van de middag bellen. Want dan kun je niet meer terecht. Maar dinsdagochtend moet ik werken, dus dat gaat niet. En toen, maandag, dinsdag en woensdag werk ik natuurlijk, dus ja, dan wordt het donderdag. Dat wilde ik even vertellen. Verder heb ik gewoon echt een hele dagje vandaag. Vanochtend dan gezwommen met Isabel. En dan ben je daarna gewoon, of zo. Roy had hetzelfde een beetje, die is ondertussen alweer weg, want die moet werken. Die is nou tot en met dinsdag werken. Die is echt druk. Maar dat is niet erg. Het is alleen maar goed. Oh, jongens. Oké. Nou ja, dat was het dus. En ondertussen is het alweer vrijdagavond. Ik heb net van alles gekeken. Ik heb Lucky 13. House of Talent. Utopia 2. The Voice Senior. Dit is zomerweek. En ondertussen ben ik aan het bloggen. Daarom heb ik zo'n flats gezicht. Oké. Maar ondertussen is het dus vrijdagavond. En dat betekent dat ik de vlog weer mag afsluiten. Als hij net zo kort is als vorige week, dan vind ik het best chill. Als ze niet zo is, ha, jammer dan.
Dan hoop ik jullie in ieder geval volgende week gewoon weer te zien. Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde... Wat kun je nog meer zeggen? Whatever. En abonneer je op dit kanaal als je het niet hebt gedaan. Je mag reactie achterlaten. Je mag delen. Je mag... Van alles. Doe dat. Oké, ik zie jullie volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Houdoe.